Oi, 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 oi. Ik geniet hier lekker van mijn fantastische maaltijd. Maar laat ik jou vertellen wat er is gebeurd in de vorige aflevering. De twee vrienden gingen op een fantastisch nieuw avontuur en gingen naar Londen om daarna hun spullen te kopen voor hun nieuwe school. Onderweg naar het station moesten ze het platform zoeken waarin ze in de grote wereld van de tovenarij terechtkwamen. Met de trein waren ze aangekomen en gingen ze met de boot naar het fantastische kasteel om daarna in hun groep gesorteerd te worden. Ze kwamen beide terecht in Hufflepuff en het feestmaal kon beginnen en daar gingen ze verder op avontuur. Hallo Hagrid, welkom bij weer een nieuwe aflevering jongens. Robin en ik zijn wedergekeerd, hij is lekker van zijn taartjes en weet ik wat allemaal aan het genieten. En wij zijn hier in de grote hal van de Harry Potter wereld. Wij moesten praten met, in de vorige aflevering hebben we veel gedaan. Het eindigde met dat we moesten praten met Fred en George, want dat heeft onze klassenoudste gezegd, Robin. Ja, ik vind het allemaal nog een beetje spannend. Ja, ik vind het ook allemaal spannend, maar laten we met Fred en George... Met wie praat jij? Ik praat wel met... Wie is dit? George of Fred? Praat jij maar met die andere? Jij praat met Fred. Ik praat wel met George. Oh ja. Oké, Robin. Ja? Wij hebben een map gekregen. En dat is die map die je ook in de film hebt. Waar je alle voetstapjes ziet waar iedereen loopt. En alle kamers. Het is eigenlijk een soort plattegrond. En je kunt hem gebruiken. En dan hoef je alleen maar te zeggen. Dan moet je een bepaalde... I solemnly swear that I am up to no good. Dat moet je zeggen. En dan krijg je dat. Maar we kunnen hem ook openen, toch? Hier. Als ik even doe. Ah, kijk. De common room, die hebben we al, zie je? Ja, daar moeten we naartoe. Daar moeten we naartoe. Dus zullen we daar naar treffelen? Of wil je daar naartoe lopen? Nee, we doen wel treffelen. We doen wel treffelen. Oké, laten we erheen gaan. Hufflepuff common room. Dit is onze huiskamer van onze clan. Gewoon van onze gang waar wij wonen, basically. Ja. Kijk, en iedereen lekker studeren en leren. Want ze hebben morgen natuurlijk allemaal hun toetsen en weet ik wat allemaal. De Charms Classroom moeten we locaten. Hallo jongens, hallo. Is dat boven of beneden? Ik denk... Boven, eerlijk gezegd, hier of zo. Dat is sowieso niet in onze kamer, dus... Nee, dit is de slaapkamer, dus misschien wel beneden. Dus we moeten er eerst nog uit. Hoezo? Nee, dat kan toch hier zijn? Nee, want nee, onze klaslokalen zijn niet in onze, bij onze slaapkamers. Oh, nee, oké, dat is natuurlijk niet hier, dat is logisch. Nou, trek aan die ketting. Trek aan de ketting. Wat gebeurt er dan? Oh! Wow! Is dit... Onze kamer is gewoon in een wijn... Ja, dat klopt, dat is ook in de film. Dat is echt cool. Dat is echt heel leuk. Dit is beter dan de schilderij, eerlijk gezegd. Ja, dat wel. Hier naar links, denk ik, ja. Moeten we naar de klas gaan? Misschien dat we onze eerste les krijgen. Ah, boterbier. Ah, lekker, boterbier. Mijn favoriet. Hey, wat is dit dan? Waar gaat dit heen? Even spieken, hoor. Nou, nee, dit vind ik spannend. Nee, we zijn net nieuw. We kunnen letterlijk nog niks. Ik kan dit. Dit is de enige spel die ik kan. Rakse, patse, hatse, flats. En dan gebeurt er niks. Nee, dat bedoel ik. Kijk, Hufflepuff is hier naar links. Hufflepuff. Oh, goed dat ze dat gedaan hebben. Maar we moeten natuurlijk gewoon nog steeds naar ons klaslokaaltje. We moeten wel de route uiteindelijk leren kennen, hè? Wat is dit? Is dit het niet? Ja, dit is het wel. 100% moeten we hierheen. Kijk, daar is weer een doorgang. Nou, vooruit dan. Ja, we gaan wel gewoon hierheen, joh. Geen zorgen. Ik kom hier vaker. Ik woon hier. Letterlijk. Ja, nu wel, hierheen. Ja. Gast, het is echt een dolhof. Hier. Als je niet weet waar je heen moet, zoals wij. Hier is een trap. Ja, maar we moeten toch gewoon hierheen? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik zeg, ik woon hier. Robin, kom, volg mij dan maar gewoon. Ik denk... Ah, bof. Oh, we moeten wel omhoog nog inderdaad. Wat is het groot? Oh, ik heb allemaal dingen gevonden. Ik ga het meenemen. Ja, we kunnen hier naar boven. Ja, goed zo. We moeten nog omhoog, Staten. Kijk, dit ziet er al iets meer vredig uit. Ah, zo hé. Wat hebben wij een random plek? Dan moeten... Ah, charms. Ik heb het gevonden. Hebben we het gevonden? Ja, is hier naar boven. Ah, hallo. Kijk, dit is top. Laten wij onze eerste klas volgen. Ja, charms. Ja, is dit charms? Oh, is dit lokaal? Hier leer je Wingardium Leviosa. Hier gaan we de levitation spel leren. Oh, maar eens. Wacht, ik zal tegenover je zitten. Hier. Ja, dat is goed. Zo, ja. Hé, hey, dat is die kleine dwerg. Welkom, studenten. Lees jij maar voor. Ja hoor, mijn naam is professor Flitwick en dan weet ik niet wat er staat. Maar de first class, we gaan leren Lumos. Lumos? Dat kan ervoor zorgen dat je licht krijgt op het puntje van je wand. En dan krijgen we op donkere plekken kunnen we dus met een soort zaklampje lopen. Alleen dan komt er een poep. Ja. Een lichtpuntje op je staf. Ja, bij de dubbelrechter muisknop kun je Lumos casten. Ja, om het te oefenen is er een speciaal... Oh, we krijgen gelijk een opdracht. Plekje. Wat is de opdracht? Die is simpel. Het is een simpel. Je moet 5 sterren door een heel doolhof moet je vinden. Oh, mijn god. En die moet je terugbrengen. En dan heb je het gehaald. Oh, dus we moeten 5 sterren moeten we gaan zoeken in het doolhof. Maar het doolhof is natuurlijk, zoals je ziet, mega donker. Dus dan moeten wij met ons toverstakje moeten rondlopen zo. En dan gaan zoeken naar die toverstokjes. Oh, maar we hebben wel een platte grond. Zullen we die gelijk volgen? Ik denk dat het makkelijk is om te doen. Oké. We beginnen. Hier staan we nu. Dit is die kamer, zie je? Dat kruis. Dus als je naar binnen gaat, gelijk naar links, rechts, links. Dan kom je bij een grote hal. Vanaf die grote hal, gelijk naar links. En dan door die kant op, oké? Ik doe die daar links wel. Nee, we gaan eerst... We gaan wel gewoon samen, joh. Kom maar. Oké. Komt-ie.
Hoe doe je Lumos ook weer? Wacht, we moeten voordat je gaat. Hallo, hallo, Robin. Het is nog donker. Wat ben je aan het doen? Het is nog niet donker. Je moet je Lumos-spel moet je wel doen. Ja, maar... Ja, als je niks meer kan zien. Oh, ik zie niks meer. Is het echt te donker? Oh, ja. Nu is het heel donker. Lumos! Yeah! Lumos! Gast. Yes. Wat sick, ouwe. En dan weer naar links. En tot je in een grote ruimte kwam, dat was hier. En dan moesten we weer naar links. En als we dan gewoon het pad volgden, kon ik me herinneren volgens de plattegrond dat hier rechts en weer rechts een ster was. En ik ben je kwijt. Ja, ik heb een ster. Collect. Hoppakee, heb jij hem dan ook? Of... Ja. Oké, top. Dus als we gewoon samen ik heb hier ook één. Hey, top. Nice. Oké, als jij die dan collect, hebben we er al twee. Dat is goed. Ik weet ook dat ik als ik hierheen kom... Oh mijn god, het is het donker. Maar ik vind het lijp. Kijk hoe ziek dit eruit ziet. Dat je gewoon een soort... Ja, het is mooi. Je kan je gewoon in het... Als wanneer het donker is, kunnen we gewoon zien. Het is wel vaak gaaf om te gebruiken. Want we kwamen in vorige aflevering een kamer tegen. En daar... Hey, geld. En daar was het zo donker dat we er niet in konden, weet je. Hey, ik heb een platte grond gevonden. Met een kruisje waar ik ben. Ik ook. Ik pak die helemaal linksboven wel, oké? Oh, daar sta ik nu in de gang daar rechts. In dat, rechtsboven pakken. Dan moet ik dit volgen. Rechts, rechts, links, rechtdoor, links, rechts, links, links. Oké. Rechts, rechts, helemaal rechtdoor. Tot ik dan weer rechts moest. Om vervolgens weer naar links. Ik heb fout gelopen. Huh? Moest ik dan eerder naar links al of zo? Hier naar links. En naar... Oké, helemaal rechtdoor tot ik niet meer verder kon. Dan moest ik naar links. En dan weer rechts. En dan links en dan weer links. En dan ik heb die bij mij gevonden. Heb ik een ster. Ja, ik heb hem. Top. Nu nog één. Nice. Die was rechtsonder. Klopt dat? Ja, dan moesten we helemaal weer in het begin bijna. Ja, basically weer terug naar het begin. Hé, hier heb ik nu een kruis gevonden. Ja, dat is hier aan de andere kant van deze muur. Ah. Ja, dus we moeten helemaal terug naar die grote ruimte. Terug naar de grote ruimte, inderdaad. Heb je hem al gevonden? Bijna. Lange gang. Ja. Ja. Exit the maze. Oké, let's go. Laten we teruggaan naar onze kleine leraar. Maar het is wel een machtige leraar. Oh, je moet niet je spel uitdoen, want dan zie je helemaal niks meer. Is het dan helemaal donker? Ja. Oh, maar dat vind ik lijp gedaan. Dat is het wel echt dat je niet denkt, oh, het is donker, maar ik kan wel gewoon zien, weet je? Ik ben er. Hey, laten we praten met Filius Flitwick. Hey, well done, excellent. 10 points to Hufflepuff. Kijk, we krijgen 10 punten. Oké, we hebben nu ook de Lumos... zullen we terug naar... We gaan naar de classroom terug. We hebben nu gewoon... Lokken kunnen die spel voortaan nu gewoon gebruiken. We hebben hem geleerd. Kijk, ik kan hem alleen nu niet gebruiken, omdat het bright... Het is te bright, als het ware. Change current spel. Oh, kijk, moet je zien. Hoeveel spels we nog kunnen unlocken. We hebben nu alleen heel veel. Oh, maar deze. Even kijken. Located... Ah, we moeten naar Defense Against the Dark Arts. Dat is met Snape. Nee, dat nog niet. Dat is nu met die guy met die... Oh, nee, dat is... Nee, dat is Potions heeft Snape. Hoe heet die guy ook alweer? Ja, ik weet... Hij heeft zeg maar een hoed op. Hij is in deel 1 is hij ook evil. Defense... Oh, god, ik schrik me rot. Wat doe je? Er liggen wat boeken in. Nou, ik neem ze mee. Misschien kan je leren. Ik heb trouwens ook boeken, weet ik, al gevonden. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Hey, dat is een nieuwe film. We moeten de brug over. Echt? Ja, kan Dada. Ook gewoon. Hospital, Great Hall, Dada. Wat is Defense Against Dark Arts? Ah, Dada. Ja. Ik snap hem. Gast, wat lijpt dit. Ik blijf het zeggen. Ik heb hier gewoon geen woorden voor. Malfidus, echt? Malfidus. Malfoy. Kunnen we niet gewoon een vader kadaver op zijn kop gooien? Do you need help with anything? Ik denk dat het hierheen is. Deze trap op. Hij vraagt of we naar de Malfoy Manor willen. Nee. Skip en Malfoy. Echt waar. In de film vind ik hem trouwens wel heel cool. Maar ik wil gewoon mijn eigen avontuurtje aangaan. Alright. Ik denk dat het hier is. Dat het in deze kamer gaat zijn. Kan haast niet anders, toch? Nee, hier naar rechts. En dan we zijn in de buurt. Dit is hem. Of niet? Is dit hem? Above? Is het nog hoger? Oh, hier kunnen we boven. Ja, hier is het. Is het hier? Ah, Dada, inderdaad. Ja, Dada. En nu naar rechts. Dada. Denk nog steeds hierheen. Dada. Is dit het dan? Ja. Ja. Ja, kijk, dit is hem. Defense Against the Dark Arts. Oh, nee. Huh, maar dat is in een later deel als hij pas de leraar. Ah, dus ja. Lupin. Ik ben professor Lupin. Defense Against the Dark Arts teacher. De boeken mogen weg. Het wordt een praktijkles. Yeah, de boeken hoeven. Ik heb geen zin in de boeken. Ik heb zin in praktijk. Gewoon lekker met de toverstokjes zwaaien. Stupefy gaan we leren. Dit zorgt ervoor dat je kan damagen. En stunnen. Dus dat ze stilgestaan. Dus je denkt, helemaal aardig. Ja. Dat je ze desoriënteert, weet je? Hij heeft een parcoursje. Oké. Dus we moeten een obstacle course moeten we completen. En dan hebben we gelijk waarschijnlijk die spel ook gewoon geleerd. Net zoals net. Oké, maar hij heeft wel een heel dark-achtig iets neergezet voor ons. Die cutscene, zo vet. Ja, alles is vet. Hier moet je zien. Dat zijn dus wel targets waar we op moeten schieten. En die moeten we dan gewoon stunnen. Gewoon damagen. Oké, veel succes. Dankjewel, Lupin. Alright, moeten we ons toverstokje pakken met Q? Moesten we Stupefy kiezen? Nou, dat is gelukt volgens mij. Ja. Zo, oef. Boom. Oh, maar deze deed je dat? Hoe doe je dat dan? Oh my days, ouwe. Oké, laten we beginnen. Hier linksboven zie ik er een. Wacht, komt-ie, hè? Hey, daar lopen we. Ja. Hoe heet die ook weer? Stupefy, en toch? En hier rechts. Stupefy. Ja, en hier Stupefy. Yeah. Hoppakee. En Stupefy.
Goed zo, hebben we ze dan allemaal? Of... Nee, ik denk dat we ze dat per persoon dat we ze allemaal moeten doen. Oh, we moeten eerst met Lupin nog praten. Bij al die dingen schieten. Maar we hebben iets van stamina, klopt dat? Hup! Stupefy! Oké, doe ik die andere. Stupefy! Oh, nog één. Oh, hey. Stupefy. En dan doe ik de laatste. Robin is stupid! Yeah! Hé, hey, de brug is open! Hoppa, de brug is open. De trap is open. Wat je zei over die stamina, dat klopt inderdaad. Als je een spel doet, dan zie je een blauw balkje. Moet je maar eens doen. Waar? Oh ja, inderdaad. En als die leeg is, dat is gewoon je magica. Is dat waarschijnlijk, heet dat. Oké, laten we doorlopen. We moeten gewoon weer meer targets zitten. Oh mijn god, ze bewegen. Stupefy! Oh, die was close. Komt die. Hey, baba! Ik doe de voorste. Ik heb er één. Oké, doe ik die helemaal achterin. Let op. Ik heb hem. Hoppakee, Stupefy. Doe ik die ervoor. Oh ja! Gast, werden ze allemaal. Oh mijn god, die gingen echt goed. Die gingen echt goed. Oké, Stupefido. Stoopy Pipo en Stalibabo. Nee, er staat hier een volgorde, pannenkoek. Oh, 1. Je hebt nu die goeie, ja? 2, doe jij 3 of 4? Als doe jij 3, doe ik 4. Nee. Ah, ik kijk deze nog weg. Hoppakee! De brug geopend. Nu kunnen we verder. Gast, ik ben je fan van. Oh my days, ouwe. Daar gaan we. Daar gaan we. Kijk, die schedeltjes hier ook touwen op de vloer en weet ik wat allemaal. We kunnen niet meer terug. Ik zou hier ook niet naar beneden vallen als ik jou was. Enorm... Oh! Wat? Dit is toch niet voor leerlingen gemaakt? Pas op dat je op de punten loopt. Oh my days. Wauw. Doe jij de eerste maar? Doe ik die dan in de verte? Stupefido. Oh my days. Oh, snel. Gast, we moeten parcouren gewoon. Nee! Robin! Je ging te snel. Oh nee! Ben je gevallen? Ik ben gevallen. Oké, laten we het even om zijn beurt doen. Ik zie dat ik hierheen moet. En dan de eerste is die. Hoppakee. Stupefy, ja. Dan ga ik snel door naar dit punt. En dan hier kan ik rustig wachten. Volgende. Dat opent deze. Dan kan ik daarna... Oh, moet ik snel die denk ik doen. Snel, zo snel voordat het valt. En dan hierheen. Oké, ik denk dat jij nu ook kan. Ik ben er. Ja ben je ik er? Ik ben er. Ja, kom maar. Oké. Moet jij helpen of wil je het zelf doen? Nee, je moet het zelf doen. Ik doe het zelf. Stupefy. Hoppakee, goed zo. Deze sprong was het moeilijk. Nu is het door en dan gelijk links zit. Oh, maar deze. Sorry. Slechte tovenaar. Hey, jij daar. Ja, ik was even druk met studeren. Maar als ik aan het studeren ben, dan kun jij echt wel eventjes abonneren. En ook zeker even liken. We gaan voor die 3000 likes. Dan komt er een deel 3. En dat wil je zien. Want dan kunnen wij veel meer. Want ik ga hard studeren. En, oh ja, laat ook zeker even in de reacties weten welk Harry Potter karakter jij het leukste vindt. Dan ga ik lekker verder studeren. En vergeet niet te liken, want het moet. Boom. Haha. Wow. Daar. Je bent een goede tovenaar. Kijk, jij bent een beetje... Ik ben Hermeline. Jij bent een beetje Ron. Gewoon, jij faalt meer in... Maar lukt het allemaal wel heel goed. Maar we hebben alleen geen Harry Potter, dus ik denk dat we wel doodgaan. Ja, dan toch wel, uiteindelijk. Hè. Gast, er staat ook Danger met een doodshoofdje. Hoe worden wij hier gewoon heen gestuurd? Is hier ook weer een puzzel? Die we op moeten lossen. Wat deed dat? Huh, wat doet het? Oh, die maakt de dingen daar open. Excellent work, zegt Lupin. Waarom staat hij daarachter? Waarom sta je daar, inderdaad? Waarom sta je daar? Ja, ik vertrouw het niet. Nou, voor de bit more of a challenge. We krijgen denk ik een iets grotere challenge. Don't be nervous. Oh, dit is zo'n kast. Daar komen van die... Waar je bang voor bent, toch? Boggarts heten ze. Ja, daar ben je grootste angst komt hieruit. Oké, we moeten hem feiten. We moeten hem... Waarom staat hij daar, ouwe? Ja, hij staat gewoon verstopt, omdat hij dan niet aangevallen wordt. Ja, hij is bang. Oké, maar het komt erop neer. Er komen beesten uit zo en die moeten we aanvallen. Omdat ze... met onze grootste angst. Dat zijn ze. Kijk uit voor deze gaten, hoor. Ja, inderdaad. Die Storm Magica. Oh, een skeleton. Pak hem. Stupefy. Oh, ik heb hem. Wow. Oh, maar deze. Ik heb hem. 3 waves of enemies. Oké. Ik hou de linker, jij de rechter en samen de middelste, oké? Oh, maar kijk. Als je hierop schiet. Kijk. Laten we ze erop lopen. Oh, maar deze. Oh, links zijn erg. Oeh, Stupefy. Oeh, pak hem. Pak hem, Robin. Ik heb een zware. Ik heb een big Een zware? Oh, shit. Ik kom eraan. Toen. Oké, restore. Nee! Ik ben in de dinges gevallen. Nog eentje. Oh, daar. Waar? Heb je hem? Ik heb hem. Goed zo. Kijk, wave completed. Goed zo, Robin. Hebben we goed gedaan samen. Oh, wave 2. Even een betere positie aannemen. Kom, hier. Ja, hier. Oh! Oeh, pas op, kom naar mij. Ik bescherm je. Ik hit jou. Toenk, toenk. Rennen. Hier, kom maar, kom naar mij. Naar mij, zegt deze man. Toenk, ja, ik heb hem. Achter je, pas op. Achter je. Toenk. Geen stamina heb ik nodig. Magica. Oh nee. Kun je die gewoon slaan? Ja, je kan ze ook slaan. Ga weg. Oh ja, slaan weg. Dan kan je een beetje kastje wegduwen van jezelf. Zo, dat werkt ook. Ik ben bang voor spinnen. Pak hem. Kom hier, jij. Kom maar, pak hem. Pak hem. Kom hier. Goed zo. Yeah! Wave complete. Oh, je ziet ook je health daarbovenin. Bovenin, helemaal, ja. Wave 3. Oké, dat gaat moeilijker worden. Ik denk zombies of zo. Allebei, denk ik. Nu ja, of allebei. Ja, goed. Inderdaad. Daar gaan we. Toenk.
Hey, je ziet ons niet. Maar dat is geen actie, hè? Ik was eigenlijk lokken in dit ding. Laten we eerst... Oh, soms heb ik zwaarden. Hoe is dit les? Hoe is dit verantwoord? Les, dit is... Dit is gewoon... Hey, een pakketje. Wat is dit? Coins. Oeh. En boompowder. Oké. Okay. Kom hier, jullie slichten. Waar ga je heen? Hallo. Ik ben nerd. Ik zoek voor actie. Ja, klopt. Toenk. Au. Toenk. Hey, hij sploegt ook op je. Ga weg. Ach, je. Ah. Hij ging dood. Hey, een anvil. Of een... Oh, nee, niet. Wat zeg ik nou? Weer een pakketje. Hey, we hebben hem. Oh, nee, niet. Boompowder. Lijkt net Minecraft. Ja, waar is de laatste? Lijkt net Minecraft, zeg ik ook echt. Dat is Minecraft. Lijkt net Minecraft te spelen, dit. Hey, ik zag hem. Daar. Aan de overkant. Avaracadabra! Die kun jij helemaal niet. Nee, maar hij is wel dood. Kijk, en nou moeten we weer naar Lupin. Hey, waar is Lupin? Ah, hier is die. Is hij hier? Ja. Hoe durf jij kinderen zo te behandelen? Ja, nou, hij geeft ons wel 15 Roman, punten. Je hoeft trouwens niet op, hè? Daarom ben ik zo slecht. Ik ga terug naar het klaslokaal. Daar. Oh, ik kom in aan. Nou, we hebben deze spel hebben we ook geunlocked. Nu kunnen we voortaan ook Stupefy gebruiken. Yes. Heel goed. Hey. Ik ga hem wel even op een andere spel zetten. Want voordat ik iemand per ongeluk... Nee, trouwens, straks skip dat. Ik gebruik wel een Stupefy. Alright, we moeten nu naar de potions. Nu moeten we naar Snape toe. We gaan eerst alle lessen volgen. Dat is leuk. En daarna moeten we... Potions, dat was bij onze klas... ons huis in de buurt, weet je nog? Ah, dat klopt. Dus we moeten de route terugvinden. Hier naar beneden, inderdaad. En hier naar rechts. En hier weer naar links gelijk. En dan komen we de trappetje naar beneden. Dit is niet de route, of wel? Nee. Jawel, jawel. Dit hadden we net ook. Nee. Jawel, kijk, kom hier uit. Nee. Waar ben ik? Hey, Leonardo da Vinci. Nee, Leonardo DiCaprio. Nee, maar dit is ook prima. Kijk, dit is goed. Oh, nu zijn. Zo'n gouden snaai. Hey, Bamborda Maxima. Ja, maar die hebben we nog niet geleerd, die spel. Nee, precies. Ah, hier kunnen we die brug weer over. Ja, dan gaan we nu terug naar Potions. Sticker in Draco. Als op een gegeven moment ga je... Ik wil dit kasteel helemaal uit mijn hoofd kennen. Ik wil weten waar ik gewoon altijd heen moet. We moeten ergens naar beneden. Dat weet ik wel. Oké. Ja. Gewoon rustig doorlopen hier. Charms? Nee. Hier was Charms. Dus hier moeten we naar beneden. Ook. Kijk, wacht. Als ik nou de map eens open. Hogwarts. The Great Hall. Nee, je kan alleen nog naar dingen toetappen waar je ooit geweest bent. Dat is het. Je kan alleen nog naar precies. Dingen toe waar je ooit bent geweest. Ja, ik weet van de films. De potions is echt heel diep in het kasteel. Echt in de kelder of zo, weet je. Dus ik denk dat we weer naar die scary part moeten. Wat doe je hier? Oh, je hebt een kistje van me. Gloed? Ja, heb ik gloed. Er zat iets van weed in. Robin? Ja? Kijk eens wat ik heb gevonden. Wat mij heel interessant lijkt. Je hebt hier dit bord. En dan kan je zeg maar over een soort tegeltjes ergens heen. Weet je? Ah. En kijk hier nou eens tegeltjes. Oh nee. Als jij mij nou helpt, dan wil ik naar de overkant. Oké? Okay? De eerste is rechts. Dat is heel en dan makkelijk. Door. En dan? Helemaal naar de muur. Ja? Ja. Ja? Twee vooruit. 1, 2. Helemaal naar de muur. Helemaal naar de muur. Twee vooruit. Twee vooruit, helemaal naar de muur. Twee vooruit, helemaal hierheen. En dan zit hier. Hey! Zo'n snitch! Collect! Heb jij hem dan ook? Of? Geen idee. Dus nu weer zo terug. Volgens dit slangenpad. Ik wil niet geraakt worden. Wil je ook even kijken of... Nee hoor, het is goed. Nee, oké, prima. Alright, laten we doorgaan. Kijken of wij potions kunnen vinden. Hey, hier is de... Herbology. Ja, Herbology inderdaad. Hey, kan ik collecten. Maar dan moeten we terug. Ja, dan moeten we inderdaad terug. Dan zijn we verkeerd. Hier moeten we naar beneden. Ja, sowieso is het diep inderdaad. Want dat zei ik, Snape... hier kwam ook vandaan. Maar Snape's klas is 100% diep ondergrond. Ja, hier zijn we al geweest. Dus dan is het hier. Ja. Heb je het gevonden? Ja. Ja, potions inderdaad. Ik zie het bordje. Ik denk dat het helemaal aan het einde is. Ik denk dat het zelfs nog dieper onder de grond is. Ja, potions is nog verder. Volgens mij moeten we echt nog een stuk lager, hoor. Oh nee, hier is het al. Ja, hier, potions. Kijk, daar heb je Snape. Hallo, Snape. Wij gaan lekker potions maken. Hallo. Nou, laten we met Snape praten. Oké, je mag niet met je hand random zwaaien of stomme indicaties in dit klas. Het gaat erom dat we gewoon potions gaan maken. Hij denkt dat niemand het gaat waarderen en dat we allemaal een beetje van die domme... alleen maar... weet ik wat. We willen ook potions leren Snape. Oké, we leren de Murtlap Essence Potion. En dat doet... Oh, daardoor krijg je heel veel levens erbij. Dus dat is eigenlijk een soort golden appeltje, weet je? Oké, we moeten supplies zoeken. En die zijn verspreid door deze kamer. You may begin. Ik hoor het hem ook gewoon zeggen. You may begin. Alright, laten we beginnen. We moeten dingen zoeken. Ik zag al dat het allemaal in die dozen zat, in ieder geval. Een soort kisten. We moeten gewoon supplies vinden. Het lijkt wel alsof we ook onder water zitten als je door de ramen heen kijkt. Dat zitten we ook, gast. Dat zitten we serieus. We zitten, dat bedoel ik. Je zit echt diep ondergrond, sorry Snape. Ik heb hier zo'n kist. Ja? Ja? Hoe zien die kisten eruit? Als houten kisten. En dan met een kruis eromheen of zo? Of... Oh, maar deze... Ja, hier heb ik er ook een. Ja, search. Got one. Nog, dan ga ik naar boven. Jij hebt hem nog niet gesearched. Ik heb een van de 6, zie ik. Huh? Zie je dat ook? Of... Ja. Waar had jij hem gevonden? Oh, nu wel. Huh, je wil... Oh, je moet ze allebei apart. Oh, maar deze. Laten we dan samen lopen. Hallo. Hallo. We gaan hier naar boven nog even. Had jij hier beneden al dan? Ja.
Oké, prima. Nou, die zat er ook in. Ja, nog eentje gevonden. En dan nog 3 te gaan. Kijk of je trouwens nog meer loot kan vinden. Is altijd, altijd welkom. Gewoon nog meer loot. Ik denk hier dat er ook nog wel wat is. Of is dit? Dit is al buiten het lokaal, hè? Of niet? Of is dit ja, het? Maar... Oh, nee. Ja, nou, maar er staat hier. Er wel eentje. Ja, er staat er wel in, inderdaad. Laten we dan ook gewoon... Nou, ik denk dat dit te ver gaat. Denk je? Ja. Ik weet niet. Ik ga toch kijken. Staat hier... Oh, dit is ook... Nee. Ja, hier staat wel één. Oh, dus het is wel helemaal hierheen ook nog. Ja. Oké, okay, prima. Oh, de posters zijn natuurlijk meerdere lokalen, hè? Dat zijn niet de enige van de dingen. Ja, dan kijk ik wel meteen even verder hier. Dan kijk ik hier wel in deze niet-enge grot. Oh god, waar gaat het helemaal heen? Nou, dit is de grote hal weer. En ik denk niet dat het hier gaat zijn. Nee, dat denk ik dan ook niet. Het is wel een beetje in de lokalen. Ja, 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 daarom. En ik weet dat hier nog wel een lokaal zit, volgens mij. Je kan ook trouwens dat dingetje onderin gewoon volgen, hè? Oh ja. Zie je? En dan weet je, dus het zou heel goed in dit lokaal kunnen. Ja! Yeah! Ja, gevonden! Goed zo, Robijn doet er was bij. Hoppakee. En dan moeten we weer naar Snape. En dan gaan we nu een potion maken. Ik ben heel benieuwd. Een potion om jezelf te regenerate. En chillen is, ik denk als je die ingredients dan gewoon in die tonnen vindt. Want ik heb, kijk, als ik even in mijn inventory kijk. Ik heb een appeltje, een donkbom, een roop. Nou, trouwens, dat maakt niet uit. Ik heb gewoon allemaal ingrediënten als het goed is hier. Ja, hier oh, zie je. Ja. En dan kan je ook met misschien met alle, bij die kassen en zo spullen pakken. En dan kan je weer potions maken. Was dit ons lokaal? Ja, dit was ons dit lokaal. Dit is ons lokaal, het einde. Snape, die bevindt zich weer... Waar is Snape? Oh, daar, Doekie. Wat sta je helemaal... Wat doe je hier? Hij houdt ons goed in de gaten. Wat een random plek. Oké, okay, nu dat je de ingrediënten hebt verzameld... Mag je doorgaan met het maken van je potion. Interact met de brewing stand bij door F te klikken en prik nog een keer F. En dan kan je selecteren wat je wil maken. Oké. Okay. Oké. De brewing stand die bevindt zich... Wat is dit? Flask. Oh, file. Oké. Okay. Ah, dat is fijn. Dat moet je ook hebben. Hier is je potion. Zou ik deze gebruiken? Komt ja, gebruik hem maar. Murtlap Essence hebben we nodig. Dan gebruik ik hem hier. Oeh, je kan ook een invisibility potion maken. Je staat ook per potion staat onder wat je ervoor nodig hebt. Ja. Maar wij willen de Murtlap potion hebben. Ja, ik wil er 3 maken. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik heb hem. Ik heb nog dingen over zelfs die ik in kist had gevonden. Ik ga laten zien of ik het goed heb gedaan. Hallo. Ah, we moeten hem gaan drinken. Oh, nee. Oh. Move to quick slot. Oeh. Murtlap. Move to quick slot. Oké, okay, ik heb hem. Oké, okay, ik ga drinken. 1, 2, hoppakee. Oei. Ik proef best lekker. Ja, proef best lekker, er gebeurt niks. Oké, we moeten nu charms gaan leren met Flitwick, want we hebben Snape's les compleet. Snape, ik vind het wel jammer dat je niet ons gelijk een dodelijke potion leert. Dus we beginnen met healing. Nou, dat is op zich saai, wel logisch. Ja, maar het is wel logisch op zich. Ja, okay. De charms classroom, zijn we er niet al geweest? We zijn al bij charms geweest, ja, dat klopt. Laten we dan daarheen teleporteren. Charms classroom, ja, daar wil ik heel graag gewoon heen. Hoppakee, kijk, prima, we hebben weer een volgende les. Ik hoop dat het nu Wingardium Leviosa is. Oké, ga jij weer op jouw plekje, ga ik weer op mijn plekje zitten. Ja. Mijn vaste plekje. Welkom terug, mijn studenten. Dankjewel, dankjewel, Flitwick. Ah, je hebt al geleerd dat je kan healen met potions. Ah, nou, we gaan weer een healing spel leren. Maar waarom zou leren? Ik dan potions maken als ik ook gewoon een healing spel kan doen? Ja, precies. Oh, we gaan weer naar een arena. Moeten we damage krijgen. Dus fight of enemies. Oh, oké. Okay. Je kan ook, als je dubbel Q drukt, dan kun je... Een sneller switchen. Oké, okay, dat vind ik top. Dat vind ik beter. Veel succes. Oké. Okay. Laten we beginnen door eerst even te kijken. Oh, ik zie het inderdaad, maar dan... Ja, ik heb nu de healing. Zal ik hem even plaatsen? Ja, doe maar. Healing de peeling. Hoppakee. Oh. Kom hierin. Oh, erin. En nu snel switchen naar die andere. Kan je een nieuwe healing neerzetten? Wacht, ik ga er snel weer in staan. Kom, ik heb healing nodig. Ik heb hem ook. Ja, je hebt hem geplaatst? Ja. Dan ga ik hem even snel gebruiken. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ik heb bijna weer 200 HP. Ik ook. Oké, top. Weer even erin. Wel handig dit zo. Ja, dit is heel handig. Hey, hallo. Tonk. Nice. Goed zo. Wave complete. Oké, snel even nieuwe plaatsen. Oh jee. Ik doe hem. Hier. Zie je hem? Oh! Ik heb ook gedaan. Jezus, ik heb... Oh, maar deze. Gast. Oh. Oh. Gast, help. Ik ga dood. Ik ga ook dood. Oh, maar deze maak je traag, ouwe. Je hebt een potion of zo. Ja. Ik sta erin. Niks aan de hand. Ik ga dood. Deze was wel heel moeilijk. Laten we even nieuwe posities zoeken, want dit was wel moeilijk om te doen. Ik sta ook in spikes. Welke spikes? Oh. Oh mijn god, ik ga dood. Ik ben weer dood. Auwe. Wingardium, maar een andere, de rode. Stop erbij. We hebben ze. Oké, okay, nieuw plekje zoeken. Nieuw plekje zoeken eerst. Nu heb ik hem. Ja. Oké, snel switchen van spel. Ik krijg nu een beetje onder de knie, dat switchen van spel. Ja, kom eens hoor, wave 3. Pas op, want je spant echt eens daar. Wat zijn dat? Huh? Oh, dat zijn dementors! Wat? Oh! Ah! Oh, maar hoe, die kan ik niet... Oh nee, pak je licht! Pak Lumos! Nee, je moet ze wel gewoon stoepen van je. Echt? Ik dacht dat je dat met licht moest doen. Oké, maar deze vind ik niet zo erg. Oh, pak ze, kom op. Stupefy.
Stupefy on your ass. Ah! Stupefy. Dark spirits. Zijn dit wel de mentors? Nee. Dit zijn gewoon dark spirits. Oh, ik heb er eentje. Ja, ik heb er een. Help mij! Komt goed. Toenk. Toenk. Ze zijn bijna dood. Oh, maar deze. Ja, ja. Bijna. Toenk. Toenk. Ja. Komt-ie. Oh mijn god, is het donker. Hoeveel zijn het ja, er nou? Dat ik doen zie zij. Bijna niks door de stof. Ik kan ze bijna niet slaan. Mijn stamina is er weer op. Ja, mijn mechka. Hoppakee, wave complete. Was dat hem? Of komt er nog een wave? Wave hier. Oh, healing. Jee. Healing. Oh mijn god, die skeletons die vond ik het ergst. Ik vind die spinnen erger, hoor. Die spinnen waren het ergst trouwens inderdaad. Die spinnen die gaven een soort potion. Poison. Ja, die ja kom er maar overheen. Hoppakee. Ja, en dan had ze flats pakken we ze met z'n tweeën. Toenk. Kijk eens. Kijk, dit is een goede toeje. Healen hoef ik niet eens. Komt er nog een wave? Oh, final wave. Healing. Ponk. Kijk eens. Top. Hey, we zijn klaar. We hebben hem. Oeh. We moeten weer met Flitwick praten. Zo, deze was wel moeilijk, hoor, moet ik zeggen. Vooral ja, de tweede vond ik echt moeilijk. Joh, wat leer jij ons allemaal, joh? Kleine imp. Hoe durf je? Excellent. We hebben hem nu geleerd. 10 points naar Hufflepuff. Oké, we moeten naar Hermeline toe. Want die kan ons nog wat leren, zegt hij. Hij heeft het te druk. Speak to Hermione Granger. Maar is die kant op. Oké. Okay. Ja, we zijn naar beneden. Ja, hier staat ze. Hermeline. Met haar boeken in de hand. Hey, ja, vieze nerd dat je bent. Hey, ik ben Hermeline. Flitwick had ons gestuurd, toch? Ja, Flitwick, dat is de kleine imp. Die heeft ons hier naartoe gestuurd. Oké. Okay. We moeten naar Hogsmeade toe. En dan moeten we 5 flyers ophangen. Serieus? Wat wil ze dat we ophangen? Flyers voor haar studeerclub. Oké, Hermeline. Ik zal het doen. Goodbye. Oké. Okay, moeten we naar buiten? Oh, travel moeten we doen. De Hogsmeade Village. Ja, maar daar zijn we nog niet geweest. Dus ik denk niet dat we daar nog naartoe kunnen. Ja, we kunnen naar het station. Maar dat is niet... Ik denk dat de grote hal het dichtstbij is, toch? Ja, hier beneden konden we al daar naartoe lopen. Dus we waren al wel dichtbij. We waren in de buurt. Prima. Laten we die kant gewoon oplopen. Is hier een dorp in de buurt dan? Hogsmeade is het dorp in de buurt, ja. Ik wist niet dat er een dorp in de buurt zat. Kijk eens. Alright, gates... Dit zijn gewoon de poorten hebben we nu geunlocked. Ook mooi. Nou, laten we er even heen lopen. A few moments later. Nou, Robin, wat zijn we al lang aan het lopen, hè? Ik heb het al Jezus, koud, dat wil je niet weten. We zijn echt al duizenden kilometers aan het lopen. Onze voeten doen pijn. Alleen maar voor 5 domme flyers van Hermeline. Ja, voor de stomme studeerclub. Oh, ik ga niet eens meedoen of studeren. Ik ben ook een nerd. Nee. Ja, echt. Kijk, deze zit ook gewoon een sneeuwpop te maken. Echt? Mooie sneeuwpop, deze... jongens. Wacht, ik heb een idee. Let op, wacht. Ja! Ah, jammer. Kunnen hun aanvallen? Ah, jammer. Kijk, daar zijn we. Oh, hang 5 flyers aan de noticeboards. Hebben we flyers dan? Ja, vast wel. Ik heb... Nou, weet je wat? Die hebben we vast wel. Flyers. Die moeten we aan de noticeboards hangen. Vinden we die in huizen, denk je? Of ook buiten? Ja, vooral buitenhuizen lijkt me, toch? Ik denk buiten, inderdaad. Mm-hmm. Dit vind ik er wel een plekje voor. Ja, hier is er eentje. Ja, oeh, top. Noticeboards inderdaad. Hang hem maar op. Oké, we kunnen verspreiden. Kijk, mooi. Okay. Ik heb hier nog één. Ik zie er gelijk nog één. Een noticeboard. Ik denk dat ze inderdaad alleen maar buiten hangen vooral. En dat is er nog één. Hoppakee. Spiew. Wat is dat dan voor naam voor je, je studeerclubje? Spiew. Spit on you. Spiew. Hey, Hagrid is hier. Wat gezellig. En Harry Potter. En Ron. Ron ziet er een beetje depressief uit. Oh, ja, maar deze. dit is in de film het moment dat hij ook depressief is, volgens mij. Ah. Oh. Arme Ron. Kan ik wat kopen bij jou? Wat drinken of zo? Of potion of zo? Show me what you have for sale. Een buttelbeer, butterbeer, cornbread en pumpkin pie. Oh, maar deze. Funny. Zal ik wat kopen? Of? Ja, kun je doen. Als je honger hebt. Ik koop wel gewoon cornbread. Ja, ik wil er eentje. Dankjewel. Mm. Zo, misschien dat we honger krijgen nog of zo. Hebben we die al gehad? Nee, deze hebben we nog helemaal niet gehad, volgens mij. Ja, ik heb er weer één. Top. Kijk hoe mooi dit ook in elkaar gezet is, hè. Dit dorp ook gewoon alleen alweer. Ja, het is moeilijk om ze te vinden, joh. Ik heb er ook wel moeite mee. Misschien de post office, dat is toch ook wel een plek. Misschien binnen. Ah, overal waar ik kijk is binnen geen logische plek telkens. Hé, ik heb er weer één. Hoppakee. En wanneer ga jij er nou eentje vinden? Ja, als ik zin heb. Als je zin hebt. Ik zit hier in een soort sneaky alley. Ja, ik heb hem. Ik heb de laatste. Nou. Oh, spiel. Moeten we daarvoor nu terug? Weet je wat? Dat gaan we niet helemaal lopen. Hé, hey, wat is dit trouwens? Wacht even hoor. Ik heb een ex. Hmm. Huh? Gast, ik heb gewoon een bijl. Waarom? Ja, gewoon. Ik heb een bijl. Hey, ik ben Malfoy gewoon... is hier. Ja, waar is Malfoy? Ik slaaf een ex in zijn kop. Hallo. Hallo. Ik heb een jas gekocht. Oh, je hebt een warme jas gekocht. Ja. Oh, wat nice. Waar heb je dat gekocht? In de winkel. Waar is de winkel? Welke winkel? Hier. Kijk dit dan, hier achter je. Ik heb een bijl. Ik weet niet waarom, maar... Ik kon ook oppakken. Ah, yeah, nou, ik wil ook even een outfit change. Ik voel me niet meer een eerstejaars. Ik heb al zoveel geleerd. Ja, ik ook. Dat was ook mijn reden. God, Robin, ik heb wat gekocht, maar ik heb echt spijt van mijn aankoop. Kom eens naar binnen.
Kom eens. Niet uitlachen. Weet je, wat heb je gekost? Wacht, ik heb verkeerd. Ik moet een andere broek hieronder aan doen. Wacht, ik neem wel dan... Dat is toch de broek? Nee, ik neem de trousers with pool over. Die koop ik ook wel. Ik koop veel te veel al gelijk weer. Wat is dit dan? Dit is mijn t-shirt. The Dark Cloak heet die. Ah. Maar heeft hij hem al geëquipt? Huh? Maar dit is lame. Maar waar is dan je bent mijn... mooi zoals je bent. Nee, maar ja. Waar is mijn dark cloak die ik had? Die heb je al om. Wat is dat dan? Dat is gewoon een cape. Ja, maar ik zie geen cape. Nee, ja, dat is dat. Wat lame. Ik koop al gewoon een jacket. Weet je, ik ben letterlijk zoveel geld kwijt. Ik heb zoveel verschillende kleding nu. Hier, nu ben ik even een slimme professor. Ik ben een biekse boy. Oké, let's go. Oké, maar laten we met de map gaan. Nee, maar we moeten terug gaan naar Hemelien. Maar Robin, ja? Dat gaat volgende aflevering gebeuren. Maar ik wil nu al terug. Nee, Hemelien moet wachten. Want jongens, ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. We gaan weer voor 3000 likes. Dus like ook zeker even deze video. En reageer eventjes wat jij het leukste moment vond van deze video. Spreek je later, glaasje water tot 4 flesje bier. Kijk zeker ook even deze video, want jongens, dit is het vorige deel. Heb je het vorige deel nou gemist? Dit is een heel belangrijk deel om te kijken. En dan tot de volgende keer. Yeah.